3 van de spoorwegovergangen in Wijchen zijn bijzonder druk. Het gaat dan om de overgang aan de Randweg Noord, die aan de Klapstraat en de spoorwegovergang bij de Hoefsestraat. De spoorbomen gaan per uur 13 keer dicht en dat vertraagt de doorstroming van het verkeer tussen Wijchen Noord en Wijchen Zuid. Daarom worden nu plannen gemaakt voor een tunnel onder het spoor. In de mobiliteitsvisie van de gemeente worden meerdere locaties genoemd als optie voor een tunnel. Die plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Een belangrijk beslispunt daarbij is of het een tunnel moet worden voor fietsers en wandelaars, of dat die ook geschikt moet worden gemaakt voor autoverkeer.